Dus dat. En, oh ja, misschien ga ik er handig voor stemmenfeest te zeggen. Ja, ik ga vloggen. Ja, ik ga afleveringen maken. Maar... ja, wat is goed gelukt, hè? De foto, kijk hem eens aan. We hebben hem helemaal ingelezen. Dan is hij vereeuwigd in een schilderijtje. Ja, fotolijstje eigenlijk. Maar je wilde hem gewoon in de woonkamer zetten? Leuk okay. Trouwens, als je kijkt naar een nieuwe vlog, ik had het nog niet gezegd, maar ik dacht, hè. Dit vond ik een ideaal moment om even een nieuwe vlog te beginnen kijken. We hebben met een schilderijtje gedaan. Goed gelukt, hè, die foto. Jeetje, mooie grote ballonnen achtergrond. Oh ja, voor degene die trouwens een de luchtballonnenvlog heeft gemist, hier even een terugblik. Dat was een mooie vlog, hè? Ik kreeg echt kippenvel van als ik op sommige beelden terugkijk. Jeetje. En we hebben ook echt een prachtig certificaat voor teruggekregen. Kijk, echt een ballonnencertificaat. Alleen die ballonnenpiloot, die weet mijn naam niet zo goed te schrijven. Kijk maar. Michael de Graaf. Nou, ik heb veel namen, dames en heren, maar geen Michael, kan ik je zeggen. Zit jij mee te lachen? Ja, mijn naam is ook verkeerd gezet. Ja, klopt. Ja, en de naam van mijn vriendin hebben ze net ook verkeerd gezet. Dat is ja, een paar lettertjes verschil of te veel, maar voor de rest, de achternaam klopt wel. Alleen een paar lettertjes verschil bij de voorste. Ja, een piloot, Ron van Kesteren, ja, dat schrijft hij natuurlijk niet verkeerd, hè, zijn eigen naam. Nou goed, ik ga hem ook even aan de ballon hangen, wou ik zeggen. Ik ga hem eventjes in de lijstje hangen, lijstje doen, en dan ga ik hem ophangen. Komt-ie. Ja, doe even een trucje, snap je het? Komt-ie. Zo. Nou, het hangt hoor, 2 ballonnencertificaten en een goudvis. Zo, dames en heren. Dan ondertussen weer terug van ja, de bloemencorso in Beltrum. We hebben net een opname van gemaakt, de aflevering. En als jullie hem graag willen zien, zou ik even zeggen, kijk even op mijn kanaal. Dan kunnen jullie de aflevering terugvinden. Maar prutsen hebben we natuurlijk al gezien met Simba. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog Tessa die nog niet met Simba in de beeld is geweest. Dit is de eerste keer dat jij Simba ziet, nou, hè? Ja, dat is goed. Klein beestje. Ja, we ook allemaal gek voor kleine katjes, hè? Ja, schat. Weet je nog de eerste keer dat je met oma was, wat? Ja. Toen oma zo klein was. Ja. En nu met Simba. Wat ga je doen? Nou ja, heb ik ook weer een geboortevideo met, of een geboortevlogstukje met Tessa en Simba. Ja. Nice. Nou goed, dames en heren, ik heb ook al beelden gezien van de tent die wordt opgebouwd van het Borkloze Stemmenfeest. Ja. Inderdaad, jullie kunnen het al zien. Echt super tof. Dus in de volgende vlog, dan kunnen jullie ook gewoon echt gaan verwachten dat we ja, een stemmenfeest gaan vieren in de vlog. Dus zorg dat je erbij bent in de volgende vlog, wordt super leuk. Stemmenfeest 2024 in volgens mij 2 vlogs, als ik het goed zeg. En dan nog als volgende, dames en heren. Het is wel de bedoeling dat jullie, als jullie mij of ons op straat zien, dat jullie niet gaan op schreeuwen op straat of in de winkel. Want wordt regelmatig nog, komt het nog voor dat we dan zeg maar in de winkel lopen ergens of dat we op straat lopen ergens dan... En dan hebben mensen echt zoiets van, wat gebeurt daar? Weet je, ik vind het echt super leuk dat jullie na het vlogs lekker terugkijken en de video's lekker kijken. Alleen, doe wel een beetje normaal op straat. Niet keihard lopen schreeuwen. Ik bedoel, er zijn er meerdere mensen die op straat die echt denken van wat een aso's. Dus dat. En, oh ja, misschien ook lekker handig voor stemmenfeest te zeggen. Ja, ik ga vloggen. Ja, ik ga afleveringen maken. Maar, denk erom. Houd het gezellig. Zorg dat wij het ook gezellig kunnen hebben. Weet je, dat geldt zelf als met vorig jaar met de feesten. Als wij een keer nee zeggen, dan is het ook nee. En dan is het niet van, Mitty, foto. Nee. Nee is nee. En, nou ja, het is natuurlijk logisch dat ik een foto wil maken, maar wel met... hè, mijn vriendin erbij die op dit moment aan het oefening aan het doen is. Maar dan weet u dat. Dus als jullie een foto willen maken tijdens stemmenfeest straks, het mag, maar nee is nee en wel, ja, natuurlijk is logisch met mijn vriendin. En voor de rest willen we ook gewoon... Nee, Job, kost die de recht. Je vervelend gedragen of... Ik heb ook wel eens meegekregen dat er mensen waren dat die, of een jongetje was en die wilde me een muntje geven, een gratis muntje voor een bier of voor een drankje in ruil voor een foto. Maar dat doe ik niet. Dat is een beetje gek. Dat gaan we niet doen. En ook om het zeuren of om in een vlog te komen of in een aflevering te komen, hoeft niet, want uiteindelijk zie je vanzelf of ik film of niet. En op naar een fijn stemfeest, zou ik zeggen. Oké, ik dacht, dit moet ik wel even filmen hoor. Kijk hoe los het gaat. Ondertussen zie je ook allemaal vlaggetjes hier. Lisbeth, op de bovenbuurvrouw heeft het allemaal mooi versierd. Zo. Hoe zei je? Dankjewel, Lisbeth.
Ja, Lisbeth kijkt natuurlijk de vlogs ook, dus hey Lisbeth, nice gedaan. Hey. Zo, het gaat los. Je zou nu maar gewoon een kermisexploitant zijn. De mensen die nu bezig zijn op de stemfeest om kermisattracties op te zetten. Leuk zit je in een attractie, voor helemaal kleddernat. Het gaat ook wel echt los hoor. Hopelijk blijft het een beetje mooier met het stemmenfeest. Nou ja, weet je, wat ze altijd zeggen. Beter dat het nu gewoon slecht weer is dan dat het straks slecht weer is. En ja, als we straks in de tent staan. Of als we straks in de tent staan. Het regent echt hard. Jeetje. Zo, kijk daarachter ook joh. Al die bomen. Ja, dat was echt nodig. Beetje baat. Het is ook gelijk een stuk donker hier. Jeetje. Nou ja, dat was voorlopig de zomer weer. Het is iedere keer hetzelfde. Als het mooi weer is geweest, dan heb je gelijk onweer. Jeetje, het gaat wel erg hard, hè? Zo. Kijk, joh. Ik kan niet zoveel inzoomen, maar het gaat wel heel hard met die regen hier. Om met windvlagen, die heeft je het heel goed kunnen zien, maar jeetje, het lijkt wel herfst joh. Gewoon again and again. Die bomen hier ook flink waaien. Zo. Jeetje. Lekker hoor. Zo dames en heren, dat was de vlog voor vandaag. En in de volgende vlog, jawel, dan gaan de stemmenfeest weer beginnen. Dus hoop ik heb er gewoon weer een beetje veel zin in. Vergeet dat je een blauw duimpje mocht doen. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Hier ben je niet aan het gedaan. Check je dus bij de volgende vlog. En inderdaad vanaf de stemmenfeest. Bedankt voor het kijken. Blijf positief. En dan zeg ik, zoals altijd, tot de volgende vandaag. Peace.